En dan hebben we het over de ESSR Consensus Statement. Dit betreft een consensus statement van vooraanstaande musculoskeletale radiologen in Europa. Op basis van evidentie wordt een uitspraak gedaan over de keuze van beeldvormende techniek bij een bepaalde aandoening of bij bepaalde structuren. In 2012 is de eerste versie uitgekomen en in 2017 is een nieuwe versie gepresenteerd waarin een update heeft plaatsgevonden, aangezien het aanbod van evidentie in korte tijd flink is toegenomen tussen 2012 en 2017. Wat in de 2012 versie nog niet was opgenomen, maar in de 2017 versie wel is opgenomen, is ankle joint instability. Die zien we hier onderaan staan. Het scoort aan de hand van level A bewijs, dat is het hoogste evidentielevel, een 2. Wat betekent dat echografie goed bruikbaar is, maar wel gelijk staat aan bijvoorbeeld andere beeldvormende technieken. Er wordt hierbij gerefereerd aan een artikel van Cho uit 2015. En die gaan we eens eventjes bekijken. Cho en collega's onderzoeken de accuratesse van echografie met stressopnames voor de bevestiging van chronische instabiliteit van de enkel. Dit doen ze door de uitkomsten te vergelijken met MRI, artroscopie en klinische tests, zoals de voorste schuifladentest. Gelukkig is de echografische methode in dit artikel duidelijk beschreven. De opnames worden gemaakt in een long axis view ten opzichte van het talofibulare anterius ligament. De uitgangspositie is in zittende positie met de voet op de knie van de echografist. Er worden eerst beelden gemaakt in rustpositie. Daarna wordt er een manual anterior drawer test, oftewel de voorste schuifladertest, uitgevoerd terwijl de transducer de band in beeld houdt. De band wordt gevisualiseerd en de afstand tussen de origo en insertie op de benige structuren wordt gemeten. Zoals je hier kunt zien, de rustpositie en hier de stresspositie. Artroscopie wordt hier als gouden standaard gebruikt. Nou, daaruit blijkt dat alle 28 proefpersonen een volledige ruptuur ofwel graad 3 van het ATFL hadden. 28 van de 28. De manual drawer test had dit in 22 van de gevallen goed en in 6 gevallen werd er een graad 2 voorspeld, zoals hier tijdens de manual ADT test te zien is. MRI bevestigde in alle gevallen een lesie van het ATFL, maar belangrijk om te vermelden is dat er bij de MRI-uitslag dus geen onderscheid in gradatie werd gemaakt. Stressröntgen gaf een vergrote anterieure translatie van gemiddeld 8,2 mm. Voor echografie is er gekeken naar de rustlengte van dat talofibulare anterius ligament, welke gemiddeld 2,1 centimeter was. Dat zien we hier staan. De lengte onder schuiflade stresstest was 2,8 centimeter. Die ze ook gedeeld hebben door de rustlengte, waar dan een ratio uitkomt van 1,3. Goed, als we dan iets meer specifiek gaan inzoomen op de uitkomst van die echografie, kijken we ook naar de niet aangedane zijde. Het is altijd wel goed om dat mee te nemen in de vergelijk. Nou, de niet aangedane zijde vertoont misschien niet onverwacht dezelfde rustlengte van 2,1 centimeter, hier. En interessant is dan juist om naar de stresslengte van het ATFL te kijken aan de niet aangedane zijde. Deze bedroeg 2,3 centimeter. Dat is dus een verschil van 0,5. En dat betekent dus een verschil van ongeveer 20%. Samenvattend kunnen we dus stellen dat echografie mogelijk een aanvullende waarde zou kunnen hebben bij het vaststellen van de mechanische instabiliteit. Vooral met name dus bij chronische patiënten.
Feitelijk is deze echogeleide stressmanoeuvre gewoon het objectiveren van je klinische testing. Volgens dit artikel lijkt 20% lengteverschil tussen de aangedane en de niet aangedane zijde het afkappunt. Waarbij is gebleken dat deze groep proefpersonen baat had bij een chirurgische ingreep door het chronische karakter van hun klachten. Voorzichtigheid is wel geboden, want niet iedereen met een 20% lengteverschil na een inversietrauma zou dus geopereerd moeten worden. Verder is deze stressmanoeuvre niet getest in de acute of subacute fase. Dus vooralsnog kan geen uitspraak gedaan worden over de waarde van echografisch geleide stressmanoeuvre in de acute fase. Opvallend is wel dat de voorste schuifladertest volgens de KGF-richtlijn pas positief is bij een anterieure translatie van minimaal 1 cm, terwijl dit zowel bij de stressröntgen maar 8,2 mm in anterieure translatie aanwezig was en echografie gemiddeld 0,7 mm verlenging van de band laat zien. Maar ja, het gaat hier wel over chronische klachten en geen acuut letsel, wat een vergelijk daartussen misschien ook wel weer moeilijk maakt.